Ik sta hier bij de allereerste schooldag van de Hogeschool van Amsterdam en wij gaan even proeven hoe de sfeer is. Kom maar mee. Hoe is dat om hier weer terug te zijn? Ontzettend leuk. Ja? De drukte echt heel leuk. Ja. Kijk, top. En als u een tip mag geven aan de student die weer terugkomt en aan de beginnende student, wat zou dat dan zijn? Hou je aan de regeltjes. Hè? Dus mondkap, handen wassen, probeer afstand te houden. Het is ook een beetje wennen voor iedereen, denk ik. Ja, het is een beetje zoeken. En ik merk zelf ook dat ik zoekende ben. Kijk. Ja, ruim een jaar online lessen, ongeveer 800 studenten lesgegeven. Je ziet gewoon dat studenten, op de rand van hun bed, zo gezegd. En dat is vaak letterlijk zo, hun les volgen. Dat was vorig jaar en ik hoop dat dit jaar dus mensen weer op de rit komen. Ja, ik vind het allemaal wel prima. Ik ben gevaccineerd, dus ik denk dat het allemaal wel goed komt. Maar vind je het spannend dat je geen afstand moet moeten houden zometeen? Nou, dat niet zo echt. Het is meer gewoon spannend omdat het gewoon een hele nieuwe stad is. Je bent niet gewend en je gaat van zo'n heel klein plaatje opeens naar een hele grote plek, naar een wereldstad. Dus, dus je hebt er vooral zin in? Ja, ik heb echt zin in, ja. Enthousiaste wijze? Ja, een hele groep van 5 en ze vinden het wel leuk. Ja? Het is heel leuk. Dus er veel aanwas voor? Hier? Ja, het voelt een beetje als een evenementje. Het is niet echt meer echt een schooldag. Dus is mijn eerste werkdag letterlijk. En leuk ook? Ja, het is leuk, ja zeker. Kijk, hectisch leuk. En zo. Beetje chaos af en toe. Hey, en merk je wat van de speciale opening? Ze hebben erg hun best gedaan. Leuk. Ze hebben alles uit de kast getrokken om eerstejaars studenten echt op een plek te laten voelen. Dus ze hebben ze goed gedaan. Dus jij voelt je hier heerlijk? Ik voel me hier nu al wel thuis, ja. Ja, ik vind het eigenlijk wel fijn dat we niet zoveel meer afstand hoeven te houden. Maar het is nog wel een beetje gek na zo'n lange tijd. En je voelt je ook welkom hier? Zeker weten, ja. Vooral met het gezellige dat daar buiten staat. Kijk, leuk. Ja. Top. Ja, kom, als het kan, kom gewoon naar de les. En hou de regeltjes een klein beetje in de gaten. Wees net zo enthousiast als de meeste van mijn collega's en ikzelf om weer les te geven. Geniet absoluut van alle mogelijkheden die er weer zijn en de vrijheid die je hebt en de ruimtes die we voor jullie hebben georganiseerd. Maar neem ook je verantwoordelijkheid en stop af en toe thuis even een keer zo'n stokje in je neus en check gewoon even hoe je ervoor staat. En hoe zijn de online lessen je afgegaan? Heel slecht. Ik kom echt niet focussen op die lessen. Ook al wat hij ook zei, de docenten hebben heel erg hun best gedaan, maar het lag meer bij mij persoonlijk dat ik me niet op kon focussen. En hoe is het dan om weer terug te zijn? Echt geweldig eigenlijk. Ik geniet er echt heel erg van. Ik ben ook gewoon een stuk vrolijker dan met de online lessen, dus daar geniet ik gewoon van. En het warm welkom, voel je een beetje welkom hier? Hartstikke, het is hartstikke gezellig hier. Ik heb nog geen negatieve ervaring gekregen vandaag dus. Ja, nou, het voelt weer alsof je voor het eerst weer op school komt, zoals het eerste jaar. Maar ik zie wel een grote glimlach, dus je hebt er wel heel veel plezier in. Ja, ik vind het wel weer gezellig met de mensen en zo. Ja, ik ben gewoon helemaal gevaccineerd. En ik heb er wel vertrouwen in dat gewoon werkt. Dus eigenlijk geen spanning? Nou ja, ik vind het prima. Ik vind het slim dat we met z'n allen mondkapjes dragen op de gangen. Omdat je niet, je weet het gewoon niet. Maar verder, ja. Lekker fysiek onderwijs. Heerlijk. Hoe is het voor jou om weer terug te zijn? Ja, leuk. Online les was echt de meest donkerste periode uit mijn leven. Dus ik ben echt blij. Het was zwaar kut, ja. Dus jij zit met heel veel plezier hier weer. Ja, ik ben echt heel blij en ik hou echt mijn hart vast voor komend jaar, dat wel. Zoals jullie kunnen zien heeft iedereen er weer hartstikke veel zin in. De campus wordt weer lekker druk, dus hou je vooral aan de regels en heel veel succes dit jaar.